Lars, een late 1-0 verlies in Eindhoven. Hoe kijk je terug op de wedstrijd? Ja, is zeker heel zuur als je echt in de laatste minuut die 1-0 tegenkrijgt. Maar ja, ik denk we hebben echt een goede wedstrijd gespeeld. Heel weinig weggegeven. Ik denk 3 kansen weggegeven of zo. Zelfs nog kansen gecreëerd. We konden ook gewoon met 1-0 voorstaan. En ik denk als we dan nu die laatste 8 wedstrijden zo spelen, zullen we 8 wedstrijden winnen. Ja, had je het gevoel dat er wel meer in zat? Jazeker. Het stond heel lang 0-0. En zeker zit er meer in. We hadden nog een 1-op-1 die we kunnen maken. En ja, maar dat is dan ook een beetje het geluk van de kampioen, van de koploper. Dat hij gewoon de laatste minuut naar binnen valt. PSV die begon gelijk best wel fel. Jullie kwamen erg onder druk, niet echt van de helft af. Toen kwamen jullie wel meer en meer in de wedstrijd. Had je dat gevoel ook? Jazeker, ik denk die eerste paar minuten zaten ze goed op, zaten kort op overal. Maar hoe langer die wedstrijd duurde, zo beter konden we voetballen, konden we opbouwen van achteruit, konden we goed spelen, kansen creëren. En dat is toch echt positief. Ja, en hoe emotioneel kan voetbal dan zijn? Mitchell die komt 1-op-1, weet hem niet te benutten. Even later valt hij aan de andere kant. Is er dan woede of nog steeds trots? Ja, in eerste instantie, ja, dan zak je doorheen. Dan denk je van, ja, hoe kan dit nou weer gebeuren? Dat je, eigenlijk hadden we wel zeker een punt verdiend. En nu verlies je met 1-0, dat is heel zuur. Maar we proberen gewoon het positieve eruit te trekken. Gewoon dat we een echt goede wedstrijd met z'n allen hebben gespeeld. En daar zo moeten we doorgaan. Top, dankjewel.